gaat hier gebeuren? We zien een beetje het eind van de zomercampagne. En dat is dat Oekraïne vanaf juli eigenlijk in de aanval is. Rusland in het defensief. Doorbraak bij Kharkiv hebben kunnen zien. En het zal toe eindigen, denk ik, dat Gerson zal vallen. Ook in Oekraïnse handen. De Russen hebben daar het probleem dat ze daar eigenlijk hun beste troepen hebben liggen. En die hebben het dilemma van, gaan we nou die troepen weghalen en ergens anders inzetten? Want Poetin heeft gezegd, het gaat om de Donbass. Of laat hij die troepen daar en die troepen slijten gewoon door de gevechten die daar gebeuren. Dus dat is een dilemma wat Poetin heeft. Misschien speelt hij dan er ook wel een rol in, want we zien ook wel tekenen dat er een soort bewuste campagne bezig is om het energiesysteem van Oekraïne aan te tasten gedurende de winter. Ik denk dat Poetin heeft gezien dat het zwakke punt voor Oekraïne is de steun uit het Westen, met name de langdurige steun uit Europa. Als hij in staat is om de omstandigheden daar zo te conditioneren dat mensen gaan vluchten naar het Westen toe, daar zijn we niet zo goed in om die op te nemen. Daar hadden we het net over, En dan heb je dus kans dat de eenheid val in Europa uit elkaar gaat vallen. Dus hij speelt het ook wel op tijd. Hij wil die steun van ons aan Oekraïne wil die gewoon afbrokken. En hoe groot acht u dan die kans dat Poetin daadwerkelijk die dam in de Dnieper-rivier gaat opblazen? Ja, kijk, militair gezien heeft het opblazen van een dam ook in de geschiedenis nooit echt veel zin gehad. Dus dat zie je wel. Maar als je dat doet, dan zou de enige reden kunnen zijn om dat energiesysteem aan te tasten, want er komt stroom vandaan. Ja, en dat doet hij nu de hele tijd, toch? Een derde van de energiecentrales ligt al plat. Ja, maar als hij dat zou doen, dan is het ook wel een daad die volgens het oorlogsrecht eigenlijk niet kan. Dus daar zit zelf in de problemen mee. En hij kan het niet direct doen, want zijn troepen zitten nog daar. Dus hij moet wel even wachten tot hij alle troepen terug heeft gehaald achter de Dnieper. Is dat dan